Naast naar de poeltechniek hebben we de vorige keer een hele presentatie gehad over TIOLF. Het had over onder andere zonnepanelen en waterstof. Gaan we nu naar de softe kant van de techniek en ICT en media. En daarvoor heb ik een aantal experts hier aan tafel die ik graag één voor één aan jullie voorstel. Als eerste geef een warm applaus voor Patrick Conny, IT-opleidingsminister Horizon College. Ja, zie ik op die sportomgeving, dus zo moet je dat doen. Mag ook jullie een hartelijk applaus voor Christophe Dom, CEO IT-bedrijf Betty Box, uit Alkmaar. Ze voelt zich ook echt wel een beetje sporten, zo hier aan tafel in deze omgeving. En als laatste een applaus voor Leon Wielens, creatief bij EMBO, onderdeel van Above Media. Even drie microfoons wel aan de praat gaan krijgen. En mijn naam is Alex Schiffels en ik ben mediaondernemer in West-Friesland. Kunstmatige intelligentie, AI, is zowel een dankbaar als ook een ingewikkeld onderwerp. En dankbaar omdat er met name de laatste anderhalf jaar zoveel in gebeurt. De AI-trein dendert maar door. Er gaat bijna geen week voorbij zonder dat er nieuwe AI-tools worden gelanceerd of dat koplopers in het veld een nieuwe update aankondigen. Ronkend zijn de persberichten, indrukwekkend zijn de voorbeelden die aantonen al de tools zouden kunnen. En de honderden techgoeroes die zijn uitgegroeid tot AI-evangelist zijn enthousiaster dan een kind op pakjesavond. Dit is een citaat uit de nieuwsbrief van Villa Media door Nick Kivits. Geeft wel een beetje aan in wat voor tijd we zitten met AI. Maar daarover straks meer. We gaan het ook natuurlijk hebben over IT en ICT. Allereerst hier even aan de zaal. Wie is er wel eens actief geweest met AI? Handje opsteken. Nou, dat zijn er een heleboel. Kijk of je het nog eens kan laten leren, Leo. We gaan het zien. Maar eerst over naar IT en dan over naar low-coding. Christophe Dam, goedemiddag hier aan tafel. Dag Alex. Jij bent luid en duidelijk te horen. Ja, dat doet goed. Betty Box, je bedrijf, heeft ook best genoemd. Uit Alkmaar. Je zei net Christophe Dam uit Alkmaar. Sommigen in het publiek is dat een hele rare uitspraak. Want, ik kom van origine. Oké. Ik kom van China tot dan. En heb in Hoorn op school gezeten. Op het Horizon. Op het Horizon. MBO. Kijk, waar het dus allemaal kan gaan groeien. Zeker. Een bedrijf, 180 man? Ja, we hebben een groep van 3 bedrijven. Wel, 180. En dan natuurlijk de logische vraag, wat doet Betty Box eigenlijk? Dat is uiteraard heel goede vraag. En we zijn dan een low-code platform. En low-code betekent dat je met heel weinig of geen code applicaties kan maken. En wij doen dat wel vooral in de businessomgeving. We maken niet zozeer consumentenapplicaties of dat soort dingen die je in je dagelijks leven snel tegenkomt. Maar bij bedrijven zijn er heel veel processen die nog geautomatiseerd moeten worden. Je zou zeggen in 2024 is het papieren proces al uitgebannen. Nou, tegenovergesteld is waar. Ja. En dat soort processen worden met ons platform, door mensen die geen ervaring hebben met programmeren, worden daar applicaties van gemaakt. Ja, voor de docenten die wel eens werken met ICT, moet ik dan denken bijvoorbeeld aan scratchachtige dingen, dat je gewoon blokjes aan elkaar kon zetten? Ja, dat klopt aardig. Het weet ook niet van niks met die blocks. En ja, het is een kwestie van visueel programmeren, zeg maar. Dus je track dingen op een canvas om een UI te maken. Als je een bepaalde actie achter een button wil, dan definieer je visueel workflow. En zo kan je... Even wat Engelse woorden opeens hoor. UI, dat is iets van interface, gebruiksbediening. Klopt. Ja, nou, de UI is niks anders dan hoe je applicatie eruit ziet en hoe je het bedient, inderdaad. Dus wat je ziet op het scherm, dat knopje, dat schuifje is. Klopt. En dan denk je bijvoorbeeld echt gewoon van, vul hier je naam in. En dan vul je naam in en zet dat in de database. Dat zijn dan ongeveer wel. Ja. Ja, je maakt eigenlijk door dat je visueel bepaalt hoe je applicatie eruit komt te zien, maak je automatisch ook zeg maar, de structuur van hoe het in de database slaat. Ja. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen IT-opgeleide leerlingen nodig. Ze moeten alleen een beetje met de blokjes kunnen slepen. Nee, nou, ik denk dat met elke trend, en we hebben het straks met AI ook over, is de eerste gedachte hadden dat we minder mensen nodig hebben. Maar ik denk dat de eerste trend geboren moet worden waar we minder mensen nodig hebben. Er was ook een onderzoek in de UK, dat er zijn 2-3 scenario's met AI. En het ergste scenario is dat een derde zijn baan kwijtraakt. En het gunstigste is dat er een derde meer banen bij krijgen. De waarheid zal ergens in het midden liggen, denk ik. Dus dat geldt voor ons concept ook. We kunnen meer mensen applicaties maken. Ja, en dat betekent niet opeens dat we minder programmeurs nodig hebben of zo. Ja, de vraag is zoveel groter dan het aanbod. Ja,
Want welke skills zoek jij dan wel vanuit de leerlingen die vanuit het VO, van het MBO, of de HO komen, ABO komen? Nou, misschien eerst interessant om te melden dat wij al sinds de start van ons bedrijf 21 jaar geleden de eerste dag stagiaires gehad hebben. Mm-hmm. Van verschillende opleidingen in de regio en dan had altijd veel plezier. Ik vier vandaag het 15 jaar jubileum van mijn collega. Die ook vanaf die eerste via zijn MBO stage bij ons heeft gelopen. Toen weer de HBO wel eens gebleven. Dat is inmiddels 15 jaar geleden. En het record is 20 jaar geleden. Als stagiaire moet ik erbij zeggen, dat is de Hogeschool van Amsterdam. Sorry voor deze aanwezigheid. Maar het logo kwam inclusief het schoolgebouw voorbij in de presentatie. Sorry. Ja. Dus wat wij vooral verwachten is niet zozeer dat mensen zelf specifiek een bepaalde taal of techniek leren, maar meer het concept erachter. En die vergelijking kan je met AI denk ik ook heel goed maken. Er zijn verschillende AI. En door de leveranciers moet je nou ChatGPT leren of moet je het model van Meta heel goed leren. Nou ja, vanuit ons gezien is het belangrijker dat mensen snappen hoe het concept werkt, om daarna de laatste stukjes eigenlijk zelf wel te leren. En ja, dat is waar wij naar op zoek zijn, naar mensen die ja, conceptueel goed kunnen denken en snappen hoe dat soort systemen werken. Dat is belangrijker dan dat je leert Java of .NET, whatever ook te programmeren. Ja. Of hoe dat bij de scholen zit, dat gaan we straks van Patrick natuurlijk horen. Wat is vertegenwoordigd de arbeidsmarkt in de IT-sector? State Top en Leaseauto? Nee, ja, dat zo in de jaren 15, 20 geleden, dat heb ik daarna niet zo heel veel meer gehoord. Volgens mij refereert bij de contracten getekend bij de autodealer. Nou ja, dat heeft denk ik ook niet de beste medewerkers opgeleverd, vermoed ik. Okay. De markt was zeg maar 3 jaar geleden denk ik op zijn hoogtepunt. De vraag naar developers hangt heel erg hangt vast aan hoe snel bedrijven kunnen groeien. Hoe snel bedrijven kunnen groeien hangt heel veel af van de toegang tot geld en investeringen. Nou, dat is in de afgelopen 2 jaar dramatisch gekelderd, kan ik wel zeggen. Het is bijna niet meer mogelijk om een investering te krijgen op het moment. Dat zorgt ervoor dat die arbeidsmarkt ook wel een klein beetje wat rustiger is geworden. Dus de shift is heel erg van volume, ik heb er 30 nodig, naar ik heb er 5, maar dan wil ik alleen maar hele goede aannemen. Dus je ziet dat het veel meer over kwaliteit gaat dan over kwantiteit. Ja, hoe kunnen de scholen dat worden? Ja, ik denk door goed te blijven focussen op die kwaliteit. En soms misschien ook streng zijn op uitstromen. Je ziet dat er ook bij informatica opleidingen op elk niveau een soort van aanwas altijd was naar elk jaar weer een extra klasse bij, nog meer. Ja. Heb ik begrepen dat het al wel wat verminderd is almiddels. Een goede voorlichting, kom je wel in. Dus ja, er komen wat minder mensen van opleidingen af die echt totaal niks te zoeken hebben in het vakgebied. Dus dat denk ik wel een goed begin. De snelle jongens die snel even een dikke BMW willen verdienen, die zijn er een beetje uit. Ja, of de gaming is hier natuurlijk een hot topic. Er zijn ook heel veel jongeren die zijn de IT-kant ingegaan omdat ze gamen leuk vinden. Maar dan na 4 jaar achter te komen dat het niet zoveel met gaming te maken heeft in de dagelijkse praktijk. En dat je heel saai bij een klant zit te vragen wat hij eigenlijk aan het doen is. Ja, dat is toch wel wat anders. Ja. Er zijn ook meerdere IT-initiatieven in de regio. Je bent zelf voorzitter van IT Alkmaar. Danny van Zoelen zit ook in de zaal van de Academy West-Friesland, IT Academy. Hoe zijn jouw ervaringen daarmee? Want wij zijn een beetje het speelveld tussen school, ondernemers. Ja, ik ben dus, we hebben in Alkmaar een groep van IT-bedrijven, waaronder ook Triple, die hier ook volgens mij redelijk actief is. En nog andere bedrijven, dat zijn er inmiddels bijna 15. Daar hebben we de krachten gebundeld om zowel naar het onderwijs, naar de overheden toe, ook naar de markt wat gezamenlijker kunnen optreden. En ook omdat we het gebied van Groot Alkmaar sterker willen maken. En daarvan uit die hoedanigheid, die groep van bedrijven, zijn we ook het gesprek gaan we aan met het onderwijsveld. We hebben in oktober of zo een keer was. Hoe ben je erbij? Patrick was er ook in een onderwijsmiddag georganiseerd waar twee onderwijsinstellingen waren. Dus we zijn al 5 jaar als UT is allemaal actief, maar we gaan nu veel actiever de komende periode contact zoeken. Wat we wel merken is dat het echt veel fout is aan verschillende instellingen. Nou wordt er regelmatig gefuseerd. Of dat scheelt qua namen wel, maar dat maakt het ook niet altijd makkelijker. Dus waar wij wel echt actief naar op zoek zijn, is dat er vanuit de bedrijven wat meer met 1 stem of met minder stemmen gesproken wordt naar de bedrijven toe. Er wordt meerdere keren per jaar komt er wel iemand bij mij binnen
om te vragen of ik wil meedenken over het curriculum. Nou, als ik dat zou doen, zou ik gewoon een dagtaak hebben aan het meedenken met scholen. Nou hebben we als IT'ers ook nog het voordeel dat we verenigd zijn, dus kunnen we dat mee samen doen. En onder andere met Danny samen proberen we te kijken hoe we vanuit het bedrijf wat gemakkelijker het contact kunnen krijgen met de verschillende onderwijsinstellingen. Ja. En de gedachte van IT Alkmaar is ook om talent te behouden voor de regio en niet bij elkaar elke keer weg te plukken en ook weer contracten elke keer aan te bieden. Dit is wel ook een regio gedachte. Ja, heel sterk juist. En Danny met de IT Academy heeft dezelfde gedachte voor de regio Horen. En ja, wij zijn wel echt iets totaal anders, maar we hebben denk ik dezelfde gedachte dat we de regio sterker willen maken. In Alkmaar, of hier in Purmerend, heb je ook Purmer Valley. Doet ook weer wat anders. Maar ik denk dat het goed is dat die verschillende regio's juist goed met elkaar gaan samenwerken. Dat juist alles boven het Noordzeekanaal sterker te maken. Want het zijn van leuke steden. Dirk zei het over Purmerend is leuk, want het is een leuk pleintje. Nou, dat zou je ook over Alkmaar kunnen zeggen. Het is ook een leuk pleintje. Maar als we elke keer in Alkmaar, wil ik helemaal niet Dirk afvallen, omdat dit Amsterdam heet, denk ik opeens, in Purmerend. Maar het is denk ik wel goed dat we de regio sterk blijven houden. Omdat we er geen rol aan als iedereen in Amsterdam gaat werken en wonen, want dan wordt alles duurder. En zij hebben om zelf talent aan het jagen. Dus in Alkmaar of dan wel in Horen, bij Friesland zijn er wel voldoende IT-talenten en IT-bedrijven. Nou, meer dan. Toevallig was ik in Friesland, in Drachten, onder de rook van Leeuwarden. En toen zegt die ondernemer daar en zegt, ja, jij denkt natuurlijk, er is hier geen IT-talent te vinden, want we zitten niet in Leeuwarden zelf of in Friesland. Zeg maar, hoef je niet aan mij uit te leggen. Ik zeg, ik ben in Opdam geboren. Er zitten 6000, nou, het zijn er misschien 7, ik zal straks even uit Opdam eens op de zaal vragen waar ze zitten. Maar er waren altijd 6000 inwoners en daar heb ik ook een bedrijf groot gemaakt. En het interessante is juist, als je boven het Noordzeekanaal zit, dan zijn er iets minder aantrekkelijke bedrijven. Wat voor de bedrijven veel interessanter is. Dus wij hebben eigenlijk nooit echt een probleem gehad om kwalitatief goed talent aan te trekken. Dat ja, we waren een van de meest interessante bedrijven. Zo vaak prima. Ja, en als je dan toch van Noord-Holland bijpakt, zeg maar van Den Helder, Texel tot aan Zaandam, permanent anders. Hoe zie jij de perfecte samenwerking met het onderwijs? Net al een paar kleine dingetjes gegeven, maar we zitten ook met PO-docenten hier in de zaal. Ja, ik vind dat het bedrijfsleven heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid die vind ik nu nog niet helemaal goed opgepakt wordt, omdat het bedrijfsleven zelf niet super verenigd is en iedereen gewoon zijn dagelijkse wissel zijn. Dus daar zien we vanuit IT is Alkmaar, zien we daar juist wel een rol in. Als wij meer bedrijven ermee verzamelen, kunnen we veel duidelijker naar het onderwijsveld en overheden vertellen wat er nou moet gebeuren. En ook met, vanuit ons kan ook meer met één stem. Dus ik denk dat het allereerst aan die kant ligt. Maar daarna hopen we vooral dat verschillende onderwijsinstellingen ook iets meer gaan samenwerken en wat minder elkaar gaan bevechten. Wij werken al wel heel goed met Horizon samen, maar zoals Patrick ook weet, is dat ook omdat de afstudeerbegeleiding van mijn broer 22 jaar geleden is nog steeds stagebegeleider. Ja. En die man heeft ons 20 jaar van goede stagiaires voorzien. Maar ja, dat is een soort van toeval bijna eerder. En dat moeten we veel meer met elkaar organiseren. Dus als we nou de bedrijven commitment geven, zou het mooi zijn als de onderwijsinstellingen ook zeggen, oké, ik ga daar net iets beter voor zorgen, want ik weet dat ik daar meer aan heb. Ik denk dat een interessante oproep daar is. Maar het moet net zoveel ook van het bedrijfsleven komen. Want als we elke keer als bedrijven apart ook weer bij de onderwijsinstellingen gaan lopen klagen, bedrijvenveld, dan weet ik uit ervaring over het onderwijs zo. Daar wordt ook niemand beter van. Ja, dit zijn dan vooral het voortgezette onderwijs. Voel je dat er voldoende prikkel is om vanuit voor de stap naar mbo of hbo, dat er al dacht aan techniek? Dat is een interessante vraag. Mijn zoon is 10, bijna 11. Die zit in Alkmaar op basisschool. Dus ik ben nu voor het eerst in mijn leven ben ik naar open dagen geweest van voortgezette onderwijsinstellingen. Dat is best een ervaring als je 44 bent en opeens hier op zo'n school bent. Maar dat dagen later viel het me op dat van de 4 instellingen die wij zijn geweest in Alkmaar, moet ik er dan bij zeggen, dat er maar eentje was die les gaf in programmeren. En de andere gewoon niets. Want dan denk ik, nou, dat vond ik wel opvallend. Zeker in 2024, sommige discussies gingen over moeten we programmeren leren op de basisschool. Toen dacht ik, nou, dat is ook een beetje too much. Maar voortgezet onderwijs leek het toch wel een logische eerste stap. Dus ik weet het ook niet van alle instellingen, maar ik denk wel dat ik heb het gevoel dat het lastig te organiseren valt nog steeds in 2024.
Dat is wel echt gemiste kans, zeker als je dit ook ziet. Ja. En we hebben net de presentaties ook gezien. Dat neem ik al mee, ik ga hier inmiddag zitten. Ik denk dat die scholieren dag van mijn leven. Ik wil gewoon even kijken, even, we hebben later mensen in de zaal. Wie van de docenten hier zit op school waar ook programmeren wordt gegeven? De helft. Misschien allemaal dezelfde school, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ik denk dat ik niet school. Goed zo. Een goede band gaat het op. Ja, en ik wilde er wel aan toevoegen dat het gaat niet zozeer om programmeren zelf. Hè. Dus je zei Scratch, weet of mensen Scratch kennen. Wie kent Scratch? Oh, het zijn er al een aantal meer. Er zijn ook een aantal mensen die dus geen les bij vinden programmeren wel Scratch kennen. Ja, dat zien ook kinderen van 10. Dat zou ik kunnen inderdaad. Ja. Nee, want het gaat veel meer om dat je ze kennis leert maken met de concepten, dan dat je ze echt leert een applicatie te bouwen. Ik heb mijn zoon, ik ben zelf programmeur van huis uit, een boekje gekocht met een cartoon over programmeren. En vanaf dat moment ging hij al iets beter snappen. Ging hij Scratch, dat maakte hij in een loopje om een poppetje van rechts naar links te brengen. Nou, dat is natuurlijk al een soort van openbaring. Ja. Wat wel belangrijk is voor kinderen om mee te krijgen. Ja. Dus voor degenen die het nog niet kennen, zoek het op Scratch. Het is zeer interessant om spullen eruit te programmeren. En gratis ook inderdaad. Gratis vinden we niet nu. Patrick is ook voorstander, hoor ik al. Een mooi bruggetje om naar jou over te gaan, opleidingsmanager. Je hebt nog meer functies binnen de IT, begreep ik. Ja, naast ook wel kunnen we hebben ook projectleider van regionale IT-series. Waar we public programming op hebben. We hebben als doelstelling om meer IT in te creëren, doen we maar. Maar ook vooral de uitval ook niet te hoog. En zorg gewoon voor je doorstel naar de HBO. Met allerlei activiteiten. Ja. Ja. Over hoeveel leerlingen hebben we het een beetje in deze regio die op een UT onderwijs volgen? Als we kijken naar het Hoorzorgcollege, bieden we de ICT-opleidingen aan op 3 locaties: Horen, Purmerend en Alkmaar. En denk ik al met al verschillende soorten ICT-opleidingen, denk ik rond 600 studenten. Zoals de meeste hebben al weten, gaan we fuseren met het Regiocollege, die bieden dus voor de talent. En daar zijn ook nog eens 200 studenten. Onze regio, bijna 800. Ja, en dan om misschien wat ook goed aan te geven, hebben we dus niet alleen al programmeren, wat voor IT. Daar hebben we inderdaad specialistische programmeeropleidingen, dat ook allerlei uitstromen. Daar kan ik misschien nog wat meer over vertellen. Doen we hier best springen naar X20. Daarnaast hebben we de infrastructuur, security, netwerk, specialistenopleiding. En de support van medewerk, de helpdesk. Ja, en ook nog front-end, back-end. Ja, want dan zitten we dus in die software development, waar wat meer, wat voelt echt alleen maar hardcore programmeren. En maar de basis, dan zien we daar ook weer verschuivingen van disciplines. Waarin we ze ook een mogelijkheid geven om daarin te specialiseren, zoals front-end, back-end, maar ook meer interactieve development, om VR te passen te doen. Dat doen we allemaal hier. Ja, dus al die voorbeelden die we net ook bij de presentatie hebben gezien, dat handballen, dat gamification-achtige dingen. Ja, en wat jullie bij anderen hebben gezien, zeg maar, om ook daar toepassingen voor te ontwikkelen. Unity, wij hebben daar ook veel voor. Die demo. Ja, precies. Om daar ook wat meer specialistisch op te leiden. Ja, ook dat gebeurt dus altijd. Jullie zitten zeker niet stil en er is goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Ja, hier hebben we steeds beter te doen. Ja. Dat doen we op verschillende manieren. Dat is een van onze uitdagingen, zeker in de ICT-wereld, is dat de ontwikkelingen super hard gaan. En onderwijs staat nou niet echt bekend als tackles heel snel zijn. Dus ik geloof heel erg om samen ook op te leiden. En daar creëren we eigenlijk in ons clip een soort field labs worden, waarin studenten, docenten en ook bedrijfsleven eigenlijk gezamenlijke praktijkkaders zullen oppakken. Ja. En dan leren mensen ook van en met elkaar. Ook een soort wederzijds begrip ook weer in die omgeving. En dat is ook een van de projecten die je ook doet met de Eken. Ja, zeker. Dus waar je al 4-5 jaar geleden gestart hier in Purmerend. Dat was specifiek op toepassing van software development. En ook security is een groot onderwerp. Dat wil aanbod is in de maatschappij. Ja. En dat pakken we op in West-Friesland. Ja. Hij is toch moeilijk dat zien dat je gewoon bij een IT-bedrijf naar binnen stapt en je zegt, goh, dit zijn de vereisten voor een examen. Maak maar een case en... Maar er gaat wel een stuk relatiemanagement aan verwachten. Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld zo'n Reve of Talent Academy, waar eigenlijk de urgentie ook door die bedrijven zijn gevoeld van, ja, we moeten eigenlijk met elkaar een handschoen oppakken.
Ja, heb je eigenlijk een soort gesprekspartner om daar ook mee tot activiteiten te komen. En naar een van de bedrijven bijvoorbeeld waarin we de spits van de perenpoot, die eigenlijk zegt hebben van ja, wij willen ook steeds meer groeien. We hebben daar personeel ook voor nodig. Maar kunnen jullie niet gezamenlijk een soort ritme ontwikkelen op dat spurgen vlak? Waarin zij dus eigenlijk ook de hele dagse technieken ook daarin in ons criterium brengen. En ook in de gezamenlijkheid van de, ja, helaas moeten we altijd examineren. Maar daardoor deze mensen niet gaan vertellen, die weten allemaal van de lijst. Alle eisen. Maar... We zitten daar met elkaar gezamenlijk te kijken wat ons dus wel kan. En daar hebben we ook ruimte in gevonden. Want het is super leuk, want die studenten komen ook echt bij die bedrijf om een stuk onderwijs gezamenlijk te doen. Ja. Christa gaf aan, je wordt daar bijna dagelijks gevraagd om mee te denken over het curriculum. Wat moet erin komen? Heb jij al een keer, Patrick, gevoed of een opleiding van hey, jullie moeten meer deze kant op gaan? We hebben bij zowel HBO's en MBO in onderwijsadviesraden, de zeden. Alleen zijn we lichtelijk teleurgesteld uit weggelopen in de afgelopen 20 jaar. Ook wat, zoals Peter het aangeeft, de kader ook in het onderwijs niet heel snel. En ja, soms heb je ook het gevoel dat het nogal fluctueert aan de hand van wie er op dat moment enthousiast en achter het stuur zit. Daarom ook mijn oproep ook eerder is dat als we dat naar iets van een hoger niveau met elkaar samenwerken, dan is dat wat makkelijker. Of tenminste, dan hoeven er minder mensen met elkaar te spreken daarover. Dus ja, daar hebben we zeker pogingen gedaan, alleen dat is nog best lastig. Patrick, we gaan straks over naar de AI. Hoe ver is dat al op scholen ingebakken? In jullie opleiding dan hebben we het over MBO, HBO. Ja, dat is op verschillend niveau, zeg maar. Dus als je kijkt naar de software development leiding, daar heb ik een specifieke aandacht. Dat, ja, omdat toen de pas ook heel snel tot code komen, waardoor je dus ook wat mooiere en snellere resultaten krijgt. Dat is allemaal een vast onderdeel. Waar wat meer op zitten is om deze toepassing ook meer bij de andere opleidingen ook meer aandacht te geven. We hebben nu binnen de verschillende locaties innovatielab ook ingezet. Waar de specialisten, docenten ook een bepaalde uren hebben gekregen samen met die opleiding ook aan de slag te gaan. Dat we weer aan te brengen. Wat je vaak ziet is dat er wel vaak gedacht wordt, dit moeten we niet doen, we moeten de schermen, we moeten weer terug naar papier en toetsen allemaal. Maar eigenlijk wel gezegd als onze college, nee, we moeten dit juist omarmen. We moeten openzetten, we moeten de mensen de mogelijkheid geven om te experimenteren, van te leren. En dat proberen we ook echt voor heel veel aandacht aan te geven. Want hoe wordt AI gebruikt in ieder geval door dan studenten? Die neemt natuurlijk allemaal even dan makkelijk. Even een beetje te spreken, een lesje. Dat moet je vooral laten doen ook. Oké. Alleen we hebben nu wel, we zijn er wel natuurlijk bezig om ook anders te examineren. Ah. Ja, dus dan moet je wel even anders gaan inrichten. En wat je toch altijd zelf moet doen, is reflecteren en leren. Om, ja, dat je kan vertellen van wat je uiteindelijk hebt geleerd. Dat doen we met CGI's. Dus we zijn vooral criterium gericht interviews. Waarin we dat borgen. Dat we ook de authenticiteit maken. Kunnen bepalen aan de studenten. Ja. Hoe is het niveau van alle docenten en over AI hier bij jou in school? Gemiddeld of. Het verschilt echt heel erg. We hebben belang met bedrijfsperk. Die hier zit, organiseren we verschillende sessies binnen de school. En wat mij opvalt is dat ook echt. Mensen zijn die nog nooit überhaupt ChatGPT hebben geopend, niet eens weten hoe benadruk dat überhaupt. Tot mensen die veel verder al met prompting bezig zijn. En proberen daar steeds weer het kruisbestuiving, het werksessies, dat ook weer op gang te komen. Ja, die wel van het verschil. Ja, toch wel. Ja, je noemde het net al prompt. Wordt dat vaak zijn nieuwe functie, prompt schrijven? Ik heb wel vaker gehoord dat vaak de nieuwe talenten ook zullen worden. Nou. Zo specifiek weet ik het niet. Wat ik wel zie is dat als we opleidingen opnieuw geïnitieerd worden, dan zijn er mensen eigenlijk wel al 4 jaar geleden, noem het maar deze, weer bezig om zo'n opleiding zeg maar in, op poten te zetten. Wij noemen dat in het MBO communicatiedossiers. Mm-hmm. En wat we wel heel erg moeten doen, is ervoor zorgen dat die tijdbestek van 4 jaar creëren van een beroep,
dat dat misschien wel een stukje sneller moet. Ja. Waarin we dus ook veel meer ruimte moeten hebben in die kwalificatiedossier, om ook de veranderingen door te voeren die er wel zijn, met de omgeving waar je die opleidingen aan gaat bieden. Ja. En die ruimte komt er ook wel steeds. Ja, er is aan vooral bedrijven, en zeker op die techniek, verandert toch niet binnen 4 jaar. Dat is toch gewoon heel start. Ja, uiteraard. Wat wel grappig is, wat bij mij naar boven komt, dat als je wil dat het bedrijfsleven aansluit op het onderwijs, ja, dan moet je toch echt wel de studenten toestaan om AI te gaan gebruiken. Ja. Want bij ons op kantoor doen ze niet anders. Ja. Developers die hebben in ChatGPT Code Assistant hun beste vriend. Leon gaat zo meteen zien wat zijn beste vriend is geworden. Dus dat, en onze marketeers die gaan een paar prompts over een onderwerp, komt er een longform content uit ChatGPT rollen. Die gaan dat daarna verbeteren, want dat is wat het vooral is, vind ik. AI, het is een goede assistent om je werk te verbeteren. Ja. Dus het zou een beetje raar zijn als je dat dus niet mag doen in je onderwijsomgeving, want dan staan ze al helemaal achter voordat ze bij het bedrijf aankomen. Dat denk ik ook. Ik wil u nog even meegeven, ja, qua verandering. Zie je dat? Ja, ik heb een net iets voorbij de start-up fase, een groot bedrijf. En wij zijn al minder flexibel, maar nog steeds zeer flexibel. Als wij morgen iets anders willen doen, gaan we het waarschijnlijk overmorgen anders doen. Dus ja, 4 jaar is heel erg lang. Ja. En ja, ik vermoed dat met AI de technische verandering is, ik ga alleen maar sneller gaan opvolgen. Ik heb zelf een theorie ontwikkeld die ik geleerd heb van een ander iemand, maar je ziet gewoon dat. Dat sinds we de kennissamenleving hebben, kunnen we sneller kennis delen. En omdat je sneller kan kennis delen, kan je dingen nieuw ontwikkelen. En we hebben een soort van exponentiële groei binnen het kennisdomein. Dat betekent dat de veranderingen alleen maar korter op zich gaan komen. Ook de komende 10 of 20 jaar. Dan is 4 jaar is een eeuwigheid. En dat is gewoon een rare claim van mij om te doen. Maar in die context snap je misschien iets beter waarom het snel gaat. Dat is niet de erwastenvallige revolutie. En nu hebben we iets, en het is een continue revolutie die plaatsvindt, die gelijk weer de volgende revolutie triggert. Nou, zou er een procent zijn op een voortgezet onderwijs? Dat lijkt me inderdaad zeer lastig. Dan moet je ook wel voor bijspijken. Nou, daar gaan we vandaag in ieder geval over IT, over AI gaan we steeds van die leren. Patrick, als jij dan hoort dat er op de voortgezet onderwijsscholen die Chris bezoekt, er geen weinig IT-onderwijs programmeren op. Denk je dan van, shit, daar gaat mijn basis, daar gaat mijn talentenpool? Nee, dat is niet meer zo'n kans. Zo kan je het ook zien, dat is groei mogelijk. Ja, maar denk eens. Ja, maar ik denk wel dat we het veel meer ook samen moeten doen, zoals het VO, MBO. Hoe vaak stap jij zeg maar naar beneden in onderwijsbestellingen, dus in die leeftijd dus? Ook zo bedoel je, ja. Niet wel veel van jij heeft gehad over het onderwijs. Nee, maar, dat gewoon niet. Dus als we wel kijken naar in deze regio, we hebben een nauwe samenwerking met de VO-scholen hier. We hebben de permanente scholengemeenschap met het bejaarden. Waarbij we, wat eigenlijk aan het begin al aangaf, zien we ook dat de veel studenten ook een heel ander beeld hebben van wat eigenlijk ICT-onderwijs is. Ja. En daar heb ik last van. Ik heb liever als iemand van tevoren weet van, dat wil ik niet doen, dat is voor mij ook winst. Want dan hebben we ergens anders waar die hopelijk wel succesvol wordt en niet uitvalt. Dus dat betekent dus ook heel veel tijdens ook binnen de VO-scholen aanwezig moeten zijn. Zo wat we hier gedaan hebben is met die VO-scholen ook VO-modules ontwikkeld op verschillende technologische aspecten. Een stuk of 6, 7 vertaald naar de VO-scholen als keuzekvakken neergezet. Ja, die geven wij ook in gezamenlijkheid voor die VO-scholen. Ja. En dan komen ze echt bij ons binnen. Wij gaan met ze ook aan de slag. Ja. Goed om te weten. Dat dus die stap naar boven dan is dus van onder naar boven. Ja. Dan denk ik, voordat we naar AI overgaan, even gewoon op een stelling. Patrick, AI is een kans of een bedreiging? Kans. Een kans. Want? Ja, zeker. In het door ontwikkelen en sneller kunnen realiseren van zeg maar. Ja. Ik heb zeker als een hele mooie kans. Chris, ook in jou de vraag. Kans of bedreiging? Ja, zeker. Ja. Kans. Ik denk dat elke technologie biedt altijd meer kansen dan bedreigingen. Er was onderzoek dus in Engeland waar ze keken hoeveel banen er afkomen of afvallen en wat erbij komen. Ja, ik denk dat als je dat historisch gaat bekijken, ik denk dat het met zekerheid wel kan zeggen dat het kans is.
Hij zei dat het vroeger ook over de paard en wagen en dan de auto. Oh jee, dat kan toch helemaal niet, want moeten we dan met die paarden wagen en die auto's en die paarden allemaal doen. Er zit veel te veranderen. We gaan dus nu een stukje over van Artificial Intelligence, AI. Het kan misschien heel snel gaan, maar ik denk dat het mooi is dat Leon ons wat meer kan vertellen over wat er allemaal mogelijk is. Ik heb voor dat hij ook nog even blijft eten een hapje, dus je kunt hem straks nog even aan zijn jasje trekken en nog wat meer toelichting vragen of exacte modellen, namen, websites of andere dingen vragen. Maar ook aan Leon, creatief bij AM Beyond, onderdeel van Above Media, aan jou ook vraag AI, kans op dreiging. Nou, ik heb een vermoeden. En kans, want? Waar ik wat in wil ook. Ik ben natuurlijk niet de beste schrijver, maar dat is niet heel leuk. Niemand kan meer een tekst van jou werken in de agenda. Ja, dat, die komt voor Leon, dat is zo'n spelverhaal dat kan niet anders zijn. Dus jij ziet daarin vooral kansen. Zeker. Ja. AI, dan hebben we het over, wat kan ik zeggen, waar denk jij aan bij AI? Want AI is niet opeens via terug gegaan. Nou ja, technologie dus, dat is het eerste. Ja. Het kan op allerlei manieren worden ingezet. Automatisering, maar ook dus generatieve AI. Dus dat we zeggen eigenlijk vanuit stuk tekst dingen maken. En ik zit voornamelijk in de contenthoek, dus dat wil zeggen de tekst, beeld, video en audio. En een combinatie van dat. Dus ja. Dat is voornamelijk mijn doel waar ik in zit. Maar ik heb in ieder geval mooie inspiratiestukken gezien. Onlangs nog twee kregen bij een spreker die was bij de Miami Police. En daar hebben ze dus allemaal AI toepassingen op camera's, police. En met die patrouilleren. En conclusie, dankzij al die technologieën is er dus binnen een belletje. Binnen 90 seconden iemand te plekken. Dus je camera's gekoppeld, connecties, ja, het is echt... Hoe snel kan dat gaan? Ja. Dan moet je een microfoon dichter bij je mond vouwen. Dan zal ik even zeggen dat AI, we kennen het eigenlijk voornamelijk wat hij nu zegt van de laatste 2-3 jaar. Hij heeft natuurlijk ook nog die supercomputer gehad, die ging schaken tegen Kasparov, was dat volgens mij. En daarom wel of net aan Bol. In principe is dat natuurlijk ook artificial intelligence. Maar voor dit verhaal gaan we nou het helemaal over naar de creatiekant. Wanneer kwam het bij jou op je pad, AI? Is dat, 2 jaar. Oh, trouwens. Ja, de generatieve AI 2 jaar geleden. Ja, maar van AI in het algemeen? AI is 6, 5 jaar geleden. Wel? Ik heb een eigen bedrijf gehad, het gebied van content creatie. Ik was altijd geïnteresseerd in technologie daarachter. Toen kwam ik pas eens in aanraking met deepfakes, dat wil zeggen dus gezichten vervangen. En zodoende was ik bezig met een opdracht. Eigenlijk wilde ik vertellen voor het spoor verzocht. Dan wilden we een intro maken met Mark Rutte, dus die dan alles konden laten zeggen. En dat is eigenlijk zo vooruitstrevend dat de opnameleider, iemand die eigenlijk vrij weinig met het programma in intro te maken heeft, dit is de stekker eruit heeft getrokken. Oh, en een paar jaar later was bij de correspondent volgens mij een soort gelijke video om de aandacht te trekken. Dus ja, eigenlijk wel een beetje tijd bij. Ja. Helaas niet door kunnen zetten. Had je nu nog een grote iceberg kunnen zijn, maar nu zit je hier en daar zijn we ook ontzettend blij mee. Want jij kan ons heel veel voorbeelden laten zien. En ik zou zeggen, laat eens ons wat zien. Kijk, ben ik nu eens gevonden? Yes. Hier boven jou, voor ons in de lastige situatie. Is het daar een telefoon? Dus ik kom ja, ja. Ja. Kijk. Met jouw scherm zie wij hier in de zaal ook. Ja. Oké. Was ik best wel in. En ja, tenminste, ik geef veel presentaties, dus ja, het is beheer om te talken over AI. En eigenlijk even kort, wat is AI Beyond? En hoe ik AI inzet in mijn creativiteit en mijn werkproces. Ik heb het even wat kleiner gehouden normaal. Dus ik de video gedeeld en weglaten, want dat is... Het echt vet boven doen met en is heel uitgebreid. Wat is AI Beyond? Wij maken content boven media. En ik geef onder andere workshops aan verschillende bedrijven. Dus hoe wij dus de bedrijven helpen met het inzetten van AI op het gebied van content creatie. Dat liep dus onder andere bij Basic Fit in het klein. En bij Easy Tourist. Dat was ook een hele leuke. Een heel kort filmpje. Let's go. Give it to the more footwork, more cookwork, more arm work, more passion,
more energy, more energy. Give it to them, give it to them, give it to them. Let's go, let's go. Leuk om te melden, dat heb ik nog nooit zo van marketeers naar elkaar gekregen. Ik kan me helemaal voorstellen dat ze zeggen van jongens, we gaan een workshop doen over een jaar. Ik ben er. Zo ging het echt ook internationaal, was de live webcam in Barcelona. En ik vond hem echt een docent. Iedereen was niet aan het luisteren. En was eigenlijk te veel marketeers meer in de ruimte. Vandaar heb ik wel eens snel max 15 man. Weet je hoe een docent zich voelt? Ja, leefde daar al bij mijn ouders en ook leraar. Dus, ja, hier gaan we de affiniteit weer. Nou, hoe gebruik je dus dat AI voor je content? Ik heb hier een aantal slides van de laatste trend. Het werd net al daarboven in de presentatie mooi meegegeven, GPT's. En wat zijn dat dan eigenlijk? Dat zijn gewoon je persoonlijke AI-assistent. En die kun je zelf inrichten wie jij wilt. Dus je kunt er een persoonlijke assistent van maken die al je e-mails beantwoord op jouw tone of voice. Nou, je kunt het nog niet zo gek bedenken. Uit die kant kun je dus opgaan. We hebben afbeeldingen. Laat ik even een ontwikkeling zien van waar we vorig jaar waren en waar we nu zijn. Dan audio. Het stemclone is best wel een hoog niveau, vind ik niet. Van niet meer nep te onderscheiden bijna. En video, maar dat. Wat ik even zie hier, dit is even online van OpenAI, Sora. Misschien heb je dit voorbij zien komen, maar dit is gewoon een AI-gegenereerde video. Ja, dit is zo echt dat we het nog niet live hebben zelfs. Ja, dit is eind van het jaar wordt het openbaar gemaakt. Goed, toch wel een bedreiging als ik dit zo zie hoe echt het is. Ja? Ja, als je niet het nek van het echt kan onderscheiden. Nee, zeker. Ja, ik zei net denk ik al, er is een hele leuke case van Delft, volgens mij. Delft, maar het is een bedrijf die is er met een remotebank voor. En die kwam het dan tegen, Contra AI product, die dus eigenlijk deepfake bijvoorbeeld ging herkennen. Dus op basis van bloedbanen in de ogen, verkleuring van gezicht. En op basis van dat is zo'n disclaimer kon ik meegeven. Dus ook eigenlijk een tegenwerking. Een handig voor docenten, dat ze weten wat AI is en niet. Is dat alleen afbeeldend of ook in teksten? In drie, precies dat. Nou, als ze niet eens een tekst geschreven hebben, voor een rapport of een verslag, dat ze dan ook kunnen zien of het AI is? Ja, daar heb ik toevallig iets voorbij zien komen. Er zitten tools in. We zijn er al mee bezig, ja. Ik weet niet echt, alles dat gaat zo breed. Je hebt ook een website. Ik vergeef het. Je hebt ook een website, there's an AI for that.nl.com. Dus daar heb je 1000 tools en dan kun je zelf lekker in gaan zoeken. Ik zei net ook al, de custom GPT's. Dit is nog gericht op bij ons, waar je dat dan toepassen. Het is eigenlijk een verbetering van je klantinteracties. Jij weet er waarschijnlijk ook al het een en ander van, wat je net al aangaf. Maar de nadelen zijn wel, het kost gewoon nog wel veel tijd voor je natuurlijk echt naar mensen hebt, je dit ontwikkeld razendsnel, dus misschien moet je het wel aanpassen. Het is altijd belangrijk om de kwaliteit te checken, dus altijd eindredactie doen voor alles wat je doet. Maar niet altijd een afbeelding, een video, een stuk tekst, altijd eindredactie doen, want het blijft nog steeds gemaakt door computer en op basis van informatie wat hij kan vinden. En ja, met een beetje input van jou, maar dat wil niet zeggen dat het gelijk goed is. Of dat er spelfouten eruit zijn, of dat een rekensje moet kloppen. En natuurlijk privacy en veiling zo van want ja, onlangs is wel OpenAI van simpel en gehackt. Ja, en dan zit je daar met al je cijfers van die dadelijk zitten. Ik zeg wel wat, als je hier privacy moet geven. Je kan ook wel goed op tafel liggen. Nou, ik zei het al. Hier zie je dus hoe we in 1 jaar zijn ontwikkeld. Van afbeeldingen genereren. Nou, de snelheid waarmee de schade geeft hiermee aan. En de details die zijn echt met de afbeelding zelf zo enorm toegenomen. En jij zei dat ook al, een stukje prompting. Ja, ik denk niet per se dat er een functie voor bestellen heeft te worden. Ik denk wel dat dit echt enorm belangrijk is om dat te begrijpen, wat prompting inhoudt. Ik vergelijk dat met bij mij op mijn werk met, ik krijg een vraagstuk van de klant. Ik stel die altijd vragen terug. En vervolgens ga ik een team brieven. Dat stukje, dat brieven van hoe de verbeelding naar diegene moet worden overgebracht, dat is prompting eigenlijk. Dus, en dat duurt dan naar de computer. En de computer is geen mens, die voelt niet aan wat jij ziet of zegt. Of je beeldt het uit, net stuk niet. Je moet echt in woorden duidelijk zijn naar de computer toe. Ja, dan misschien om een concreet voorbeeld te geven. Die animatie die je op de linker en de rechter schermen ziet,
is ook inderdaad gemaakt met een prompt. Het is de poster die we natuurlijk kennen van het Techniekpark. En ik heb tegen het programma gezegd, maak er een animatie van, maar ik wil dat de tekst zo blijft. En het poppetje, daar doe je maar wat mee. En dan zie je dus dat die AI dan een animatie maakt in dat poppetje dat dan wegdraait. En dat is 4 seconden beeld. En hij is daar ook weer, dat zijn 4-5 minuten mee aan het rekenen. En dan heb je dit als resultaat. En eigenlijk weinig tot geen videokennis te hebben en het werkt. Heb je nu iemand zijn baan afgenomen daarmee, denk je? Dat is dan geen beter bij het creatiebureau vragen. Heb ik nu iemand je brood weggeroofd? Nee, absoluut niet. Daar zijn ze wel erg bang voor. Maar ik zeg één ding is, omarm het, neem het mee. Zorg dat je begrijpt wat je doet. En dan vervolgens kun je efficiënter ermee gaan. Helemaal begrijpen doe ik niet, want die vrouw wordt een meneer. Misschien dat die aan je aandenkt van, het is een jasje en het zal een meneer zijn. Dus als ik het masker afdoe, dan moet het een meneer zijn of zo. Er zijn twee dingen. Het eerste is, de technologie voor video is nog niet bestuurlijk ver. En ten tweede is, misschien beter konten. Oké. We gaan verder. En op de details nogmaals, ja, het is gewoon verplompt. Hieronder zie je lezen wat de prompt inhoudt en hoe gedetailleerd het is. Het gaat over 35 mm film, analoge fotografie, wat voor scherptediepte, wat voor kleuren, wat voor soort stijl is het, dan het formaat, 9x16 was dit. En dan heb je nog meer control parameters, noemen ze dat, om aan te geven hoe je de afbeelding eruit kan laten komen. Als je nou zo'n foto als deze, wel van de hoeveel foto's die je vroeger voor een fotograaf moet maken, denk je nu of op dit moment genereren via AI, weet je niet? Hoeveel? Ja, ik denk vooral in stopfotografie, dat het heel veel is. Nou ja, exact. Ik heb letterlijk in de case mee vanuit deze week mijn best om. Wat is dit? Dit is een klant van ons en wij zijn echt letterlijk niet bezig, want dit is jullie hebben een soort jubilation. Okay. Het is een streaming app die jou een voorkeur geeft, die dan direct naar de juiste streaming service verwijst. Maar zoals je ziet, dit heb je verplompt. Dit is gewoon niemand. Er wordt niet in echt niemand. Zelfs als voor deze. Had je daar vroeger een fotograaf voor gebruikt of stopfoto's? Zeker, je was daar voor fotograaf misschien wel, omdat je te lang zou zoeken en net niet het kon vinden van de persoon. Dus er zitten altijd creatieve vraagstukken aan gekoppeld en dan ga je dus vaak naar een specialist. Nou, dat hele stuk sla je dan over en zet je het op deze manier in. Maar dan kom je weer bij ethische en andere vraagstukken. En dat is dus op dit moment, is die wet gewoon te traag. Dus de Europese wet is gewoon te traag om het te beheren. En waar ik achter ben gekomen is dat als jij vindt dat je hierop blijkt, kan je een klacht indienen en dan kan er een probleem bestaan. Maar ja, er is zoveel content in de wereld. Het is haast onmogelijk. Je kunt je ergens in herkennen, maar dan moet het ook nog bewezen worden dat je dan echt dat bent. En nou, et cetera, voordat het zo ver is. Dus het is een heel grijs gebied dan. Ja. Maar in goed overleg werken wij dus met klanten en met iedereen samen om dan dat goed af te stellen. En op die manier is het grijze gebied erin te verkennen. Ah, goed om dat ook mee te geven. Zeker. Ja. Ik kwam natuurlijk bij het stukje audio. Zoals mensen zeiden, stemkloning is al heel ver. Maar dus ook text-to-speech, maar je hebt tegenwoordig ook text-to-zang. Dus je kunt gewoon bekende mensen nu inmiddels laten zingen. Dank je. 37 zetels, de PVV is de grootste. En Geert die wil regeren, het is nu of nooit. We zijn tegen Europa, tegen migratie. Dus tegen alle immigranten zeggen wij, blijf weg uit Europa. Als je met de boot gaat, Europa, pa, Europa, pa. Als ik aan het hoofd sta, geen geld naar Europa. Europa, pa, Europa, pa, Europa, ja, pa, pa. Ik denk dat dit allemaal zeker straks. Mij wordt het gewoon nu al moe van dat refreintje. Ja, maar je kunt, ik kan hier door nog creatiever zijn van, het geeft mij echt een boost. Ik kan gewoon de meest gekke dingen denken en die dan combineren door deze technologie. En als ik zo hard op denk, stel je pakt een foto van GPS of van de hele anders en je stopt dit eronder en je laat het bewegen. Ja, je hebt gewoon een compleet ander stukje content wat je niet zomaar kan krijgen van maken. Zeer uniek, absoluut. Ja. Ja. Dus, kom nou met de demon. Oh, cool, Bertje. Heb je hier niet iets knutselen?
Hey allemaal, en in het bijzonder Leon Wielens. Wat fijn dat mijn digitale stem zich ook even mag laten horen. Weten jullie trouwens wie ik ben? Haha, dat klopt. Daarom krijgen jullie allemaal 100 euro. Kijk maar eens onder je stoel. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Maar laten we eens kijken hoe stemkloning werkt. Nou, wie had hem herkend, de stem? Nou, jij was inderdaad Gerben achterin. Hoe lijkt het op schaal van 10? Ik pak je niet van. Ah, joh, je hoort je zo ook wel hoor. Ik vond dat ik er niet op leek, maar het is altijd moeilijk om je eigen stem te hebben. Dat klinkt altijd anders dan dat je dat. En ik vraag me af, is het uit één video getrokken? Want dit was een afbeelding uit één video. Heb jij dat gemaakt, Leon? Twee stuk audio. Ja. Ja, met dank aan Dion Zwart, misschien niet hem kent. Oh ja, nou, mooi. Ja. Maar in de korte tijd, dat we kunnen realiseren, is het gewoon is best wel ver. Zeker. En zelf zit ik nu hierin en vanochtend dus ook in, ben ik erachter gekomen dat ik dus ook meer intonaties aan neem, een stukje meer. Ah. En dat zit er wel heel ingewikkeld uit, maar het werkt eigenlijk zo. Dus zoals je hierboven ziet is text-to-speech, dus je bent tekst meegeven aan. Dus wat je hier ziet is het laatste stukje wat ik had geschreven, maar ik had ook speech-to-speech doen. Dus dat letter zelf een stukje opnemen en dan op die manier vertellen. En dan, dat koppelt hij dan naar een stukje. Dus als jij dan een zin naar inspreekt, dan vertaalt hij dat automatisch naar de zin, dezelfde zin, maar dan in de stem. Ja, op de juiste manier. Ja. Dus de illustraties die je dat toegeeft. Het zijn een simpel qua stemkroning, het hier een naam op te geven. Stukjes audio laten toevoegen, maximaal 10 MB per keer. Zo zie je die stukjes toegevoegd. En hoe meer tekst, hoe beter. Exact, ja. En hoe meer minuten. Het beste is gewoon volgens mij echt vanaf 5 minuten tot 10. En dan staat gewoon op 1,5 minuut, Germain. Ja. Dus je moet nog iets meer praten voor de volgende keer. Maar en dan kun je ook gaan gebruiken. Dit is ook gewoon binnen een paar seconden inupload en in je kan verzorgen of van start. En hier. Settings, ja, dat is eigenlijk. Er zijn twee settings waar je aan kunt zitten: de clarity en de similarity. En stability, dus dan hoe schoon klinkt de stem en hoeveel lijkt die erop. Maar het blijft nog een beetje voelen, opnieuw genereren. En op die manier kun je dus van alles laten terug. Dus wat zullen we ermee laten hier gaan? Nou, hier vooraan, wat zou Gerben moeten zeggen? Denk iets leuks. We gaan wel eten. Els, misschien een zin? Waar houden we de volgende keer de masterclass? Waar houden we de volgende keer de masterclass? Bij Bestuitveld. Gaat u dus naar de cloud? Waar houden we de volgende keer de masterclass? Ik hoor het toch wel in. Nou, volgende keer als je geld aan de telefoon krijgt, is het misschien leuk. Dat is heel een geldvraag, Gerben. Uitkijken. Uitkijken inderdaad. Kijk, heb je nog meer tools? Is het misschien leuk om nog even een Dali prompt uit de zaal te vragen? Kun je dat Dali doen? Welke was dit? Eleven Labs. Eleven Labs. Ik heb ook zometeen voor jullie een slide waar jullie foto van kunnen maken. Dat zijn de laatste tools die wij eigenlijk van krijg teametje uitproberen. Nou, laten we dan nog even een Dali tekst in. Voor dit TTP. Even kijken. Laten we vooraan, je zit op vooraan links, noem eens een dier. Een zeehond. Noem eens een activiteit. Pizza. En de derde in het midden, noemen ze een plaats? Amper. Nou, kijk, we daar een plot van kunnen maken. Hier een afbeelding van Ver en Zeeland. Die aan het fietsen is in Antwerpen. Nou, of hij kan misschien beter prompt schrijven dan ik blijkbaar, want mij wordt een man of vrouw. Nee, echt. Nou, weet ik wel dat plaatsen lastig is. Ja, het is ook generiek, bestand. Als je zegt Nederland, dan zit hij wel vaak in grasweiland met een molen en grachten erbij. Klopt.
Hij snapt wel een beetje het land. Hij snapt het wel. Stereotypen zullen helemaal erg geworden. Ja, kloppen en zo, kaarsen, tulpen. Ik weet niet of je dat ook meegekregen van Google, maar het was heel erg overal belangrijkste. En het is allemaal witte banken, maar daar komen naar voren. Even Google wil dat tegengaan en toen hebben ze dat eigenlijk dus te veel tegengaan, waardoor het allemaal onrealistische plaatjes werden. Eens even kijken. Fietsen. Yes, iets gelukt. Antwerpen. Ja, volgens mij stelt ons een vrouwenkerk. Dat klopt ook. Zeehond. Klopt het? Zeehond is een... Aparte zeehond. Ja, maar zit gewoon zo op een fiets. Dus dat is sowieso een aparte zeehond. Even kijken, lopen we nu een beetje tegen de grens aan van? Of is het prompting dat het niet helemaal een zeehond is? Of is dat gewoon een gekke activiteit? Ik denk dat iets gewoon vertaalt naar iets scherps. Plus het ook niet. Het weet ik eigenlijk, en het is lastig voor een zeehond. Ja. Hij heeft wel een zee-achteromgeving. Zie ik van mangelen wat volkjes van water, zo'n sledge. Nou ja. Misschien is de conclusie ook wel dat het niet veilig is. Nee, het is volgens mij de conclusie is altijd, het is een tool, het is een hulpmiddel. En dat is echt belangrijk om te weten, dat je kunt er van alles mee, maar het is niet, daarom de eindredactie is altijd nodig. En het mooiste is als je dingen kunt combineren. En zoals ChatGPT wordt veel gebruikt onder studenten, dus dan heb je AI om die woorden te spinnen. Zeg maar. Dus je kunt heel slim met AI over meegaan. En zo doe ik het zelf ook. Dus bijvoorbeeld, ik gebruik dus dan ChatGPT om een script of een rap te laten schrijven over een bepaald item, dat haal ik dan door een muziekgenerator en die maakt er een nummer van. Dan gebruik je dus twee AI-tools. Over de 2 jaar in de 40 alleen nog maar zelfgemaakte muziek van geen muzikale nummer. Misschien wordt het wel de top AI, top 40. Wie weet zou ik zo mogen winnen. Top, dank voor de tips. Hij is wel even inderdaad aanwezig voor alle vragen, alles prompts en alle sites. En het slijt inderdaad voor foto's, camera's, up. Ja, maar ik zie ze allemaal even bij komen. Geef ik even de tijd om aan iedereen even een puntje mee te geven. Pittek, wat zou jij met docenten, voortgezet onderwijs, wat zou je willen meegeven? Wat ik nou mee wil geven is, als ik even vanuit bijvoorbeeld het mbo even praat, dan wil ik heel vaak van veel meer met mbo samen willen oppakken. Ja. En sta ook open voor nieuwe dingen, nieuwe toepassingen en daar ook contact zoeken aan de beide kant. Zijn er wat start? Wat zei je? Zijn er wat start? Wat moeilijk? Wat iets richt op innovatie? Die film? Ja. Het heeft ook gewoon mee te maken met de primaire proces waar je het allerbelangrijkste is, het lesgeven daarvan. Het is belangrijk om juist ook de tijd zo efficiënt mogelijk met elkaar ook heen te vullen. Ja, goed punt. Is voor jou, wat wil je meegeven aan mensen in het publiek? Nou, wellicht als je met het bedrijfsleven wil samenwerken, probeer je niet elke keer nieuwe concepten te bedenken. Los van dat we met veel verschillende partijen moeten spreken, is altijd weer iemand die een onderwijsvernieuwing bedenkt en daarom naar het bedrijf gaat. Nou, wij juichen vernieuwing en innovatie zeker toe. Zeer toe. Maar voor het wel slagen, zou ik zeggen, sluit je aan bij iets wat er al is of verenig je. Dan is het kans van slagen samen met het bedrijfsleven groot. Top, ook daar bedankt. Hey man, wat zou jij het mensen kunnen meegeven? Ik zou zeggen, duik je lekker in en praat er over met je studenten. Maar jij het begrijpt, dan is het mooi om samen dan tot nieuwe ontdekkingen te komen. En nee, ik denk dat het een ander doet. Hij zit handarbeid 3.0. Voor mij wordt het opeens weer een leuke les, dat handarbeid. Dat denk ik wel. Maar vooral die creatieve werk. Je kunt de computer lekker laten genereren om ertussen te praten. Ik heb zin. Lijkt mij heel mooi. Mag ik jullie applaus voor deze expert hier op tafel? Dat is wel niet belangrijk. En hartelijk dank ook voor jullie aandacht van mij, Alex Gietsels. En ik heet jullie van harte welkom bij Volkomarsplas. Een gouden.